Ja, we zijn hier op de kinderboerderij. En daar zijn de geitjes weer naar buiten gegaan. En ja, ik wil toch wel heel graag even van Mark weten hoeveel geitjes naar buiten zijn gegaan en hoeveel mensen dat ondertussen bekeken hebben. Ja, het was een super mooi filmpje. En de laatste cijfers waren dat we rond de 87.000 mensen bereikt hadden met dit ons filmpje. Wat echt een, ja, een super record is voor ons. Daar zijn we echt super blij mee. En er zijn 6 mama geitjes naar buiten gegaan met 12 jongen in totaal. Waarbij wij 1 drieling hadden, 1 eerling en 4 tweelingen. En kon je goed zien dat ze blij waren? Ja, het was een klein beetje onwennig in het begin voor de jonge geitjes. Want ze weten nog niet wat er ging komen. Maar toen ze 1 keertje buiten waren, ja, vonden ze het geweldig. Ze dartelden door de wei in, helemaal leuk. Ja. Ja, die kinderboerderij. Hoe gaat het er nou mee in deze coronatijd? En hoe gaan jullie het straks met Pasen doen? Ja, op dit moment zijn we alleen nog geopend voor onze dagbesteding. Wat wij zelf ook heel jammer vinden. Want het is natuurlijk de mooiste tijd voor de bezoekers om te komen. Om te kijken naar de jongere dieren. En hoe het met Pasen gaat, ja, ik durf het nog niet helemaal te zeggen. We zijn helemaal afhankelijk van de overheid. Of we toestemming krijgen, ja of nee. Ja, we hopen natuurlijk wel dat we open mogen. En laten we het hopen in ieder geval. Jullie hebben ook een heel klein verkooppuntje. En voor de mensen die hier langskomen, mogen die ook heel even daar een bezoekje brengen? Ja, we hebben inderdaad een pop-up winkeltje ingericht aan de voorkant van onze boerderij. Waar je inderdaad coronaproof je eieren kunt halen. En op dit moment hebben we een aantal hele mooie paasartikelen er liggen die gemaakt kunnen worden. Dat we toch een beetje het paasgevoel kunnen krijgen. Dus dat kan zeker. Ja, we hebben op dit moment nog geen kuikentjes voor Pasen. En ik heb ook nog geen kip broed op dit moment. Dus het zal nog even spannend worden. Maar we hebben nog wel jonge lammetjes bij de couzantschaapjes. En die zijn ook al lekker buiten te dattelen in de wei. Ja, is het voor de mensen dan wel mogelijk om van achter het hek naar de boerderij te kijken? Of wat voor mogelijkheden zijn er voor hun wel? Ja, er is absoluut mogelijkheid om te kijken naar de jonge dieren. Want we hebben er wel er zo voor gezorgd dat alle dieren aan de kant van de boerderij staan. Dat iedereen er ook bij kan. Zoals bijvoorbeeld de mini schaapjes staan aan de voorkant van de boerderij. Dus aan de kant van het fietspad. En de geitjes staan vanaf de speeltuin dat je ze kunt zien. Net zoals de ponies en de ezels en de mini varkens. Die staan ook lekker aan de kant van de speeltuin. Dus ja, je kunt alle dieren wel zien. Dus heel even de langsrijden en even een bezoekje brengen, dat is echt wel mogelijk. Dat is absoluut mogelijk en dat zou ik ook heel leuk vinden. Niet alleen wij, maar de dieren ook.